Jeugd nood, strijden. De man himself, man. Jij bent de man himself, man. Kom op, zeg, man. Spanker, wat heb je gedaan? Ja, goed, man. Goed, man. Moet je wat drinken? Of een theetje of zo? Water is goed. Water, man. Ik heb hier een hele wasbak voor je geïnstalleerd. Fuck it dan, bro. Rustig, man, bro. Fuck it dan, Spanky Lekkie. Lekker, man. Fuck a G, man. Ja, jij hebt toch niks meer. Lekker. Lekker, man. Ik hoor, je drinkt alleen maar het soort glazen. Ja, maar klopt. We hebben nieuws uit het buitenland. Dat je natuurlijk genomineerd wordt voor awards. Dat is prima. Top nieuws. We hebben een album wat super goed gaat. Maar we hebben tegelijkertijd ook een beetje raar nieuws gekregen. Hm. Het schijnt dat daar iemand, nadat hij had gehoord over die plagiaatzaak van die boyband, BTS, mm-hmm. uit Zuid-Korea. Dat hij producties is gaan luisteren. En er claimt nu iemand, genaamd Cuddy Ranks, dat is een grote danshall-legende, dat Popalik is gebaseerd op een compositie van hem. Oké, die dude, het is iemand, het is een oudere man. Het is iemand die in de jaren 70 en 80 momentum had in Jamaica en 90. Nog steeds actief is in de muziek. Mm. Maar is het iemand die gewoon achter iets aan is? Het is mij niet duidelijk. Ik hoor het vanochtend pas. Maar het is een dude die ten eerste zegt hij dat hij een schadevergoeding wil van een half miljoen. Wat ik sowieso bizar vind. Dit dus makes no sense at all. Dat komt nooit verdiend aan. Nee. Maar ik heb het weggestuurd ook. Ja, dat niet. Precies, dat vraag ik me ook al. Ik schrik mij dood, omdat ik denk van de tweede keer in een korte tijd dat we zoiets over ons heen krijgen. Ja. En de situatie is nu dat we het hele album offline moeten gaan halen. Of een manier moeten gaan bedenken om er met die persoon uit te komen. Is het zo serieus? Maar, bro, als mensen gek zijn, maar Spank, schrik jij er niet van dat zoiets voor de tweede keer gebeurt dan? Want fucking erg. Ik heb deze beat 3 jaar geleden gemaakt, Popalik. Vier jaar geleden? 4 jaar geleden, 2013 heb ik deze. Waar was je toen je het deed? Thuis, was er ook. Is er bewijs, of is er op een manier bewijs wanneer je het hebt gedaan? Filmpjes, inderdaad. Dat ik die beat heb gemaakt. Post, ja, weet ik van iets waaraan we kunnen laten zien. We hebben wel filmpjes dat we bij hem thuis hebben gemaakt. Je hebt ook die Fruity Loops-sessie sowieso, toch? Ja, dat sowieso. Het is wel iemand met een sterke track record, iemand met een diepe geschiedenis ook in de Jamaicaanse muziek en de dancehall. Ja, dus ik vind het wel raar, zeg maar. Hè? Je moet toch kunnen zeggen, oké, je hebt het gestolen van dit. Precies. Anders kan je niet zeggen. Punt, of een referentie. Je moet iets kunnen. Ja. Anders moet je het achteraan. Maar laten we in ieder geval al het bewijs wel verzamelen. Ja, sowieso. Wat ik vooral hoop is als wij straks een nieuwe EP gaan maken. Dat we niet op een gegeven moment gaan horen van yo, al die beats komen van een Justin Bieber album. Dat zou echt messed up zijn. Ja. Dat is waar het nu naartoe gaat. Ik snap niet waardoor het komt. Het heeft te maken met alle aandacht in de game nu ook. De dingen die wij doen. Het is serieus. Die gast gaat niet zomaar ons benaderen. Tenminste, als ik dit te horen krijg. Het voelt gewoon alsof hij op zijn money is gewoon. Wauw. Wow. Zo dom. Ik vond het gek, man. Ik vond het echt gek. Wist jij? Joe was al relaxed, man. Spijker! Maar ik ben echt een slecht bankeur eigenlijk, man. Hoezo? Ik ben gewoon chill, ik ben gewoon stil. Spijker, ik heb de beat gemaakt. Kom op, als je weet dat je het hebt gemaakt, dan heb je dat gewoon gemaakt. Dope. Plus als iemand zegt van je hebt die shit gestolen, moet je wel kunnen zeggen van ik dacht je wel. Shit gestolen. Ik dacht wel, ja. Maar ja, man. Shit. Another one, man. Sorry, jongen. Sorry. Lekker acteren.